En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. De feestdagen komen eraan. Normaal een tijd om gezellig bij elkaar te zijn. Maar nu gaat het weer helemaal mis met de coronasituatie. Bezoekers van de markt in Hatert maken zich zorgen. Hoebel. Ja, want we als weer thuis blijven, weer nergens naartoe gaan, denk ik. Dat zal wel weer allemaal strak aan de hand houden. Ik zou niet weten wat ik moet verwachten van de feestdagen. We zijn allemaal, mijn man is ziek, ik ben ziek, dus het zal wel niks bijzonders worden. Dan zie ik het somber in, met die feestdagen en zo, met het, al die corona en die festiviteiten die er nog allemaal komen. Ik denk dat er zometeen nog meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Dus, en dat is toch niet de bedoeling. Dat is mijn kleinzoon, dus eerste kerstdag jaren. Ja. Nou, dan wordt het altijd wel gevierd, maar voor de rest rustig aan. Zorgen dat we thuis zelf gezellig maken. Ja. Met gezin. Dus ik denk ook niet dat er weer groots uitgepakt wordt. Ik verwacht dat ze inderdaad wel wat strengere maatregelen zullen nemen. Maar persoonlijk denk ik, als je gevaccineerd bent, dat er toch wel heel veel mogelijk zal zijn. In onze situatie is het zo dat voor mij niet zoveel verandert in vergelijking tot vorig jaar. Wij vieren kerstdagen en zo in een kleine kring. Maar ik zou het wel heel erg jammer vinden wanneer het voor mensen in verpleeghuizen en alles waar je nu hoort dat ze alweer op hun kamer zitten en niets meer mogen. Dat dat dan door zou gaan. Dat zou ik wel heel erg vinden. Maar ik verwacht dat ze toch wel met iets komen. Ik denk alleen nog niet dat ze de 2G-maatregel zullen durven nemen zoals in sommige andere landen gedaan wordt. Ik vind dat wel een goed plan, ja. Ik vind de mensen die niet ingeënt zijn, dat die moeten toch het eigen risico nemen, vind ik. Want die nemen eigenlijk, voor de mensen die allemaal ingeënt zijn, nemen ze allemaal die besmettingen mee. En vandaar dat we ook weer een hoog aantal besmettingen hebben. Dus er liggen wel mensen in het ziekenhuis die ook ingeënt zijn, maar die hebben minder weerstand. Waarom denkt u dat de 2G-maatregel niet doorgevoerd gaat worden? Omdat ik het kabinet, demissionair kabinet, sowieso heel erg onbesluitvaardig vind. Ik vind dat ze heel vaak achter de feiten aanlopen. Wanneer in landen om ons heen al duidelijk is dat mondkapjes wat doen, dan nemen ze die maatregel niet. Wanneer duidelijk is dat ventilatie een heel grote oplossing kan zijn, dan wordt er in Nederland niks over gezegd. Alleen als er, ik weet niet hoeveel later, genoeg bewijzen blijken te zijn. Ze lopen vaak achter de feiten aan. Ik denk dat ze het allemaal te vroeg los hebben gelaten. Dat daar het probleem ligt. Dus ze moeten iets doen, anders gaat het niet goed. Ik vind dat nog griezelig op het ogenblik. Als mijn man dat krijgt, nou is het afgelopen. Ja? En ik ben ook op een leeftijd, dat lukt niet meer. Eventjes rust op de plaats. En dan eventjes een weekje of twee lockdown of zo. Dan weer een beetje tot rust komen. Dat alles een beetje kan herstellen. Even bij mag het. Ik hou me eraan, dus. En dan hoop ik dat we met de feestdagen weer een beetje normaal kunnen doen. Als je niks doet, ja, dan hebben we helemaal het aapje gelogeerd. Dan liggen zometeen alles helemaal plat. Dus kijk, en als je 14 dagen misschien een lockdown doet, dat het hem misschien een beetje helpt. Ja, ik denk dat er eigenlijk maar één goede oplossing is. En dat is toch zoveel mogelijk laten vaccineren. En zorg ook dat over de rest van de wereld dat de vaccins naar landen als Afrika gaan of het zuidelijk halfrond, daar waar groot achterstand is met vaccineren. En zorg dat die landen ook de mensen gevaccineerd kunnen worden. Zodat wanneer mensen dan toch onbeslist weer in het vliegtuig willen stappen om ver op vakantie te gaan, het niet weer mee terugnemen. Want dat soort dingen zullen ook wel weer gaan gebeuren. Nu toevallig het kapje niet op. Maar ik heb hem wel bij me, dus als ik direct bij de mensen kom, dan zet ik het kapje weer op.
En hoe het verder moet, iedereen moet zijn eigen er maar aan houden. Ik werk zelf in het onderwijs in Duitsland, in het speciaal onderwijs. En bij ons is de mondkapjesplicht nooit weg geweest. Hij is nu opgeheven, maar vrijwillig worden nog heel veel mondkapjes gedragen. Ventilatie is bij ons op het werk een heel groot issue. Ik werk met kinderen tussen de 6 en de 18. De oudere kinderen zijn deels ook gevaccineerd. En ik merk dat wij heel weinig besmettingen op school hebben. Nu zijn wij een kleine school. Maar iedereen houdt zich in Duitsland veel beter aan alle maatregelen. En ik merk dat dat dus echt werkt. We hebben nu voor het eerst 3 kinderen met een besmetting op onze school. En dat is dus voor het eerst sinds de tests mogelijk zijn. Er wordt bij ons 2 keer per week met een PCR-test worden alle kinderen getest. En collega's die zijn voor het grootste gedeelte gevaccineerd. Ik vind ieder moet zich voor zich weten of ze in willen inent. Maar dan moeten ze ook het risico aanvaarden. Als ze ernst niet binnengelaten worden, ja, dat risico moet je dan aanvaarden. Ik kan niet voor een ander denken, maar ik denk als je allemaal samen weer de vrijheid terug wil, niet hier, maar ook in het buitenland, nou ja, dan haak je zoiets van pak aan wat je aan kan pakken, toch? Ik kan wel van iemand die niet geprikt is krijgen, ondanks ik 2 prikken heb gehad. Maar ik kan hem wel overdragen naar mijn man. En dat is moord. Maar het zou wel fijn zijn als iedereen geënt zou worden. De zorg, vind ik, die hadden ze ook wel een beetje meer mogen ondersteunen. Het blijkt nou ook wel dat, nou ja, als je hoort, veel te weinig personeel, ze huppelen allemaal weg, ze kunnen het niet meer aan. Mijn oudste zoon is IC-verpleegkundige. Als je ziet hoe zwaar hij het heeft, nou, dat wil je echt niet weten. Die mensen die niet geprikt worden, die moeten eigenlijk op de IC komen werken, onbeschermd. En als ze ziek worden, die niet geprikt zijn, dan moeten ze ook niet in het ziekenhuis willen komen. Dat zeg ik. Senioren die een onderliggende ziekte hebben, die worden ziek. Maar niet die anderen. Die worden wel ziek, maar niet zo erg. Die hoeven dan niet het ziekenhuis in. He? Zouden kleintjes, kinderen vanaf 6 jaar, mogen ze van mij prikken. Mijn achterkleindochter is ook corona gehad. Misschien hadden ze wel al eerder moeten doen. Altijd gezegd van de jeugd krijgt dat niet, maar dat is ook niet echt bewezen, toch? In Amerika is het al vanaf 12 jaar, hè? Dus misschien dat het hier ook moet gebeuren. Ze doen er zo moeilijk over, maar vroeger had je ook inentingen en kinderen werden ingeënt. Wist je toch ook niet wat ze toegediend kregen? En nou is het allemaal van, vertrouwen het niet. Nou, ik zou niet weten wat. Die kinderen, ja, die moeten toch de vrijheid hebben, hè? Dus die kun je niet opsluiten. Dus die moeten vrijheid hebben. En dan, het krijg je toch bij kinderen. Dus daar kun je niks aan doen. Nee. Maar ja, als ze ingeënt worden, misschien dat het dan een stukje minder wordt.